Ik heb alvast wat klaargelegd. Kijk. Deze, die van Cooltrans, die heb ik in principe gemaakt op de basis van deze. En dat is dit. Viking Control 87. Die kan je zo dus kant en klaar kopen. In principe, knipperlichten en zo zitten er al op. Verlichting uit, verlichting aan. Geluid zit er nog op. En dat heb ik dus in die ook ingebouwd. Nou had ik alleen die verlichting nog niet voor ingezet. Want ik had deze, de 0402 ledverlichting. En die zijn dus niet gesoldeerd. Of daar zit geen weerstand in gesoldeerd. Dus dan kan ik ze er wel inbouwen, maar dan branden ze gelijk door. Dus ik heb nu weerstanden besteld en de 0603 met weerstand. Dus die kan ik zo in één keer inbouwen. En ik weet niet of ik dat nog ga doen bij die. Maar ik ga in ieder geval beginnen met deze op dezelfde basis te bouwen. Dus die gaat uit elkaar vandaan. En die ga ik hier inbouwen. En dan met verlichting. En als het goed is, zit er ook nog een zwaailampfunctie op die deze niet heeft. Kijk, er zijn hier nog twee pootjes over, linksboven. Dus dat zou van de zwaailampen kunnen zijn. En dan zat ik te denken om die en die om en om te laten flitsen. Daarmee. Dat leek mij wel een leuk idee. En de reden dat ik deze nog ga bouwen op basis van die is omdat nou ja, dit is een motorwagen, dus dit kan ik heel makkelijk overzetten. Maar dat is in principe te groot voor deze. Dus daar heb ik wat anders voor. Een DSM-2 ontvanger. En dit is er dan eentje met ingebouwde rijschakelaar. Vooruit, achteruit, snelheidsregelaar. En zwaailampfunctie, knipperlichten, vooruit, achteruit verlichting, remlichten. Dat zit hier allemaal in. En enige reden dat ik die nog niet ga bouwen, is omdat ik hem nog niet aan deze controller verbonden krijgt. Dus zodra ik dat eenmaal onder de knie heb, dan kan ik dus ook deze autootjes gaan bouwen. Maar eerst ga ik nog even een keertje zo eentje maken. En dat is trouwens ook de laatste die ik heb. Ik had er toevallig een paar voor 100 euro op de kop getikt. Maar ze zijn rond de 180, 190 euro. Dus dat is vrij prijzig. Dus ja, deze ga ik nog bouwen op basis van die. En wat ik nog wil laten zien is, kijk, dan zetten we deze even uit. Dan klik ik even terug. Hop. Deze, die had een beetje last van oversturing. En daar had ik dus een idee op bedacht. In principe zit hier geen differentieel in. Dan zal ik hem even aanzetten. Hop. Als een ding aan het zoeken. Scan. Kijk, hij is verbonden. Kijk, als ik gas geef, dan draaien ze allebei tegelijkertijd. En dat wil dus zeggen dat hij het liefst vooruit wil. Dus ook al, dus als je stuurt, dan zou je hem het liefst gewoon eroverheen drukken. En daar heb ik dus wat op bedacht. Ik heb hier, even kijken, kom maar, ik het in beeld. Ja, kijk, hier heb ik een lagertje ingestopt. Van 1 mm, die heb ik hier. Kijk. Dus ik zat te denken, als ik hier nou in één wieltje een lagertje instop,
Dan krijg je een soort van differentieel idee. Dus dat ga ik nu proberen. Oké, dit was dus het idee. Nee, dit is een soort van differentieel. Zo, hij is allebei. En dan kan je deze gewoon tegenhouden. Op die manier kan die dus veel beter sturen. Nou, het was even een gedoe, maar het was nog niet zo'n slecht idee. Want hij stuurt echt stukken beter. Kijk hoe die het doet met de lange kar erachter.